Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Voor de mensen die mij nu niet kennen, ik ben Sandy en ik zit in de auto, want het is alweer verhuisvlog nummer 3. Dus ik ga weer naar het huisje rijden om met jullie te gaan klussen. Ik ga deze vlog zo goed mogelijk proberen te maken, want ik moet in één dag filmen. Normaal heb ik meerdere dagen dat we klussen en gaan filmen. Helaas is er iets gebeurd in de familie waardoor we minder klussen. Even deze dagen. Maar ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te laten zien in ieder geval wat we vandaag gaan doen. Dus laten we gaan. Jongens, ik ben in het huis. Ik sta hier een emmertje te vullen met sop. Want ik ga, papa is hier al bezig. We gaan nu hier de muur schoonmaken. Papa is hier bezig, want er zit nog allemaal behangresten zoals je kan zien. Dus dan gaan we nu eraf halen. Kijk hoe heel deze gang moet. Kijk hoe hoog dat loopt. Daar kunnen we nooit bij. Maar joh, hoe moet je dat eigenlijk doen, pap? Helemaal boven, daar heb je geen trap voor. Ik kan toch geen trap op de trap zetten? Je kunt kijken of je dat van boven af kunt doen. Maar dan moet je de volgende keer afdoen. Ja, maar joh, dat wordt nog een ding. Oh, de emmer overstroomt bijna. Oh shit. Dit is wel heel veel, die ga ik nooit kunnen optillen, denk ik. Maar joh, dat moet even wel uit. Oké, let's go. Even een sponsje erin. En dan gaan we schoonmaken. Jullie hebben net gezien hoe ik de woonkamer heb een beetje stof gezogen. En nu ga ik de keuken doen, maar dit kan ik even niet met een timelapse doen. Dus dit doe ik even zo met de camera. Ik zal het wel een beetje versnellen. Want ik kan van bovenaf geen timelapse maken. Ik heb hier nog geen statief, dus die moet ik de volgende keer even meenemen. Dat is wel leuker, maar voor nu doe ik het even zo. Ga ik het zo filmen voor jullie en dan komt er nu een muziekje onder. Nou, ik heb een beetje de keuken stofgezogen, jongens. Alleen het ziet er nog wel vies uit. Maar dan gaan we een andere keer. Dan moeten we nog gewoon een keer dweilen. En dan nog een keer. Want dan is het nu een beetje schoon. Normaal om nu te gaan dweilen heeft niet zoveel zin. Want we lopen hier nog heel fijn met schilderspullen. Dus dan moet je het later weer opnieuw doen. Ik heb bijna mijn rug van de stofzuiger. Laat staan dat ik daarna niet gewoon elke week moet doen. Ik ga een stofzuiger halen nu. Iemand die elke week voor 10 euro naar huis gaat stofzuigen. Iemand die dat wil doen? Meld je even aan. Nou jongens, ik heb hier verf, want ik ga mijn favoriete werkje doen. Oh my god, papa. Ik heb een te grote rollen voor mijn bak. Een te grote rollen voor mijn bak. Ja, dan moet je bijna rollen pakken. Oh my god, jongens. Oh, ik heb mezelf wat. Ik heb hem hier. Maar ik heb geen keer vertellen. Ik ga mijn favoriete werkje doen, jongens. En dat is het plafond schilderen. Ik ga jullie laten zien waarom. Wacht. Dat kan dus wel zien, denk ik. Kijk, zien jullie nou die gele vlek? Oké, misschien kan je het toch niet zien. In ieder geval, daar is een vlek. En ik kom beeld dus niet zo goed te brengen. Maar daar is een vlek. Dus dan moet ik daar opnieuw overheen gaan. Zodat hopelijk dan die vlek wel weg gaat. Maar dan ga ik tot hier, tot die stam. Want als het goed is, zie je dan niet het kleurenverschil. Omdat die stam ertussen zit. Dus ik ga even een timelapse maken. En dan ga ik dit rot werk doen. Thank you.
Voor iedereen die de vorige weekvlog, die de vorige klusvlog had gezien, hadden jullie gezien dat de voorstrijd niet blijft zitten, nu zie je overal dicht. Dus ja, dat moet helemaal opnieuw. Dus nu moeten we alles hier eraf gaan halen. Dan moeten we alles opnieuw gaan voorstrijken. Hier zie je allemaal, ja, dat is gewoon lelijk. Dan moet alles eraf. Dus je moet die deur dicht doen. Oh, alles staat onder rook. Ik denk dat jullie dat niet zien hoeveel. Oké, jongens, ik sta nu voor de winkel waar ik mijn bank heb gehaald. Ik heb namelijk voordat ik mijn eerste verhuisvlog online kwam, volgens mij, daarvoor had ik een bank gekocht. Deze heb ik nog niet aan jullie laten zien. Dus ik dacht, omdat ik nu zo'n korte vlog heb, dacht ik, misschien is het leuk om gewoon even naar die winkel te rijden en mijn bank te laten zien. Toen ik hem had besteld, zou die over 12 weken komen. Dus ik denk nu ongeveer nog 9 weken. Dus ik hoop dat hij er nog staat. Dan kan ik hem aan jullie laten zien. Dus... let's go. Kijk jongens, dit is de bank die ik heb gekocht. Dit deel is dan niet erbij. Het is alleen dit deel. Ik heb hem niet in deze kleur, in het grijs. Maar ja, daar zien jullie dan wel als ik hem binnen heb. Maar dan hebben jullie een beetje een idee van hoe die is. Dus hij is tot hier. Dit is zeg maar de bank zoals ik hem ga krijgen. Dus dan hebben jullie daar een beetje een idee bij. Het is wel echt super mooi van een soort velvetachtige stof. Ik ben nu in de volgende winkel, want ik ben weer in de Praxis waar we vorige week waren, waar ik deze leuke wc-bril had gezien. En die wil ik dus nu gaan halen, maar ik zie dat die daar niet meer ligt. Dus ik ga even vragen. Ik hoop dat ze hem nog hebben, want ik vind hem echt leuk. Ik had echt spijt dat ik hem niet had gehaald. Ik zei de vorige keer, hij is wel duur, maar mama zei dus gewoon normaal van wc-bril. En je hebt wel hier goedkopere, maar ja, die zijn echt super saai. En ik vind hem wel leuk, dus ik ga even navragen of ze hem hebben. Hopelijk hebben ze hem en dan... let's go. Helaas was die wc-bril niet meer op voorraad, maar ze hebben hem wel bij een andere Praxis nog. Maar daar ga ik nu niet meer redden, want het is 17:15. En ik denk dat er ook een kwartier rijden is, dus dat wordt heel krap. En dan laten ze mij misschien niet meer binnen. Dus dat wordt dan de volgende vlog dat ik die hopelijk ga halen. En anders ga ik hem gewoon bestellen, is ook niet zo erg. En ik kreeg nog, als ik hem de Praxis Plus app of zo. Ik wil hem nu niet promoten, hoor joh. Moet ik ook eigenlijk niet doen. Maar als ik die download, krijg ik 30% korting. Dus dan was die maar 32 euro of zo. Dat is wel opeens gewoon 15 euro goedkoper. Zeg ik dat goed? Ik weet niet. In ieder geval, dan was die veel goedkoper. Ik trek mijn auto niet open. Dus ja, dit was een korte vlog. Ik voel me een beetje lullig dat deze vlog zo... kort was of misschien zo saai. Sorry jongens dat ik niet zoveel dus heb gefilmd. Of veel variatie in deze vlog. Maar het is deze week even anders. Volgende week ga ik weer knallen. En zien jullie weer een goede vlog. Ik hoop dat jullie alsnog een blauw duimpje omhoog willen doen voor mij. En dat jullie deze vlog leuk vonden. En dan was dit hem alweer. Dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een hopelijk betere vlog. Bedankt voor het kijken iedereen. En doei!